Nou, dit is de beste elf die ik heb kunnen samenstellen uit de spelers van Nederlandse afkomst. Die heb ik natuurlijk gefloten en ja, we gaan ze even per linie gaan we ze even doornemen. In het doel Edwin van der Sar. In de verdediging Aaron Winter, Ronald Koeman, Frenk Rijkaard en Erwin Koeman. Dan hebben we de middenlinie met Jan Wouters, Dennis Bergkamp, Cocu en Ruud Gullit. En dan voorin ja, ene Johan Cruijff en ene Marco van Basten. Ik heb het idee dat we met dit elftal in ieder geval niet zullen degraderen. En ook jaarlijks om de Europese plaatsen mee zullen spelen. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel buitenlandse spelers mogen fluiten. En ja, mijn favoriete top 11 van buitenlandse spelers is als volgt. In het doel de Italiaan Buffon. Dan een vrij pittige en stevige verdediging met Cafu, Maldini, Baresi. En als linkerverdediger Roberto Carlos. Middenveld, veel creativiteit met Zidane, met Cantona. Diego Maradona. En dan, ja, ik zat er even te twijfelen tussen Ronaldinho en Savicevic. Maar dat woord Savicevic, de uitleg komt later. Ja, en twee spitsen die ongetwijfeld veel doelpunten gaan scoren. Dat zijn Romario en Ronaldo. Dus ook weer een elftal wat op een WK een hoge ogen zal gooien. Mario, het zijn fantastische namen. Heel veel spreken voor zichzelf. Hoe begrijp ik niet hoor dat je Cruijff in de spits zit en Maradona ook in je helft opneemt. Maar goed, dat is dan jouw keuze. Aaron Winter als rechtsback, waarom speciaal hij erbij? Nou, ik vind Aaron Winter altijd een beetje in Nederland ondergewaardeerd. Ik heb hem in Italië een paar keer gefloten, ook een aantal malen meegemaakt. Hoe hij bij Inter en bij Lazio echt om een voetstuk stond. Ja, en Aaron, zijn positie was natuurlijk wel op het middenveld. Maar ik vind wel dat je als samensteller van zijn elftal ook een beetje creatief mag zijn. En dan denk ik gewoon dat Aaron Winter een vaste waarde is in een elftal die ja, een beetje het cement van een elftal vormt. Elftal nooit liet vallen. En ja, een beetje eerbetoon aan Aaron om hem toch in mijn top 11 neer te zetten. De internationale ploeg valt bijvoorbeeld Savicevic op. Je zei, ik twijfel Ronaldinho Savicevic, waarom hij? Nou ja, Ronaldinho die had ook iets ongrijpbaars. Maar ik heb ooit een wedstrijd gefloten, de Europese Supercup. Tussen Rode Ster, Belgrado en Manchester United op Old Trafford. Manchester United won die wedstrijd met 1-0. En die Savicevic, dat is eigenlijk de enige speler geweest die, ja, als toen ik floot, die mij gewoon een paar keer op het verkeerde been zette. Ik had altijd het idee dat ik wel goed door had hoe het spel zou lopen, hoe spelers, andere spelers aan zouden pasen, hoe de openingen die zij vaak zagen, dat had ik ook wel een beetje wel aardig door. Maar die Savicevic die had iets van twee, drie keer een actie dat ik dacht van ja, nu speelt hij naar links en dan opende hij op rechts of hij passeerde iemand en op een ongelofelijke manier. En daarom denk ik, en ik heb die man natuurlijk ook laten doen in AC Milan ging, nog gefloten. Ja, gewoon een geweldige speler. En daarom absoluut een plekje in het elftal toch. Als je zo'n elftal samenstelt, je hebt dat voor ons gedaan in de aanloop naar dit gesprek. Ik denk dat in je herinnering, dat moet een feest van herinneringen zijn die dan even langskomen. Ja, ik zal ze niet allemaal op mijn verjaardag uitnodigen, want dat zal niet altijd heel gezellig worden. Maar het zijn natuurlijk allemaal absolute winnaars en allemaal absolute grootheden. Ja, en ja, ik ben gelukkig nog niet op de leeftijd dat ik al achter de geraniums plaats moet nemen. Maar dat zijn herinneringen die in ieder geval je leven lang meeneemt. En af en toe dan, als ik in mijn kantoortje, dan hangen er nog wel eens wat foto's uit wedstrijden uit het verleden. Ook niet zo dat ze zo'n prominente plaats innemen, maar ik weet wel waar ze hangen. En dan kijk je er af en toe eens met een schuin oog naar. En je kan terugzien op een mooie carrière met geweldige namen. En dat pikken ze hier nooit meer af. Alleen, het is geweest. En we moeten ook weer verder. En, dat geldt ook voor die spelers allemaal die ik net opnoemde. Eén vraag nog. Jij is met scheidsrechter van de eeuw. Johan Cruijff is de speler van de eeuw geweest. Je was nog vrij jong als scheidsrechter toen je hem floot. Relatief jong, zullen we maar zeggen. Hoe was hij in het veld? Tegenwoordig, heel veel van de kijkers kennen hem veel meer als trainer en als legende dan als speler. Maar hoe was hij om te fluiten?
Ja, heerlijk. Omdat je ook, ook op zijn bijna veteranenleeftijd nog steeds van hem kon genieten. Ja, en ja, het is heel gek. We hebben vorig jaar die wedstrijd dat Sjaak Zwart 75 jaar werd. Daar deed hij ook weer mee en ik mocht daar ook een gedeelte van die wedstrijd fluiten. Ja, dan is er eigenlijk niets veranderd. Hij is nog steeds een man die altijd probeert de leiding te nemen. En de boel probeert te beïnvloeden. En of hij dat nou met zijn mond doet of met het voetballen doet. Ja, dat probeerde hij natuurlijk ook bij de scheidsrechter. Eén pech had hij. Dat ik ook de wedstrijd moest leiden zoals ik het wilde. En ik moet zeggen dat de verstandhouding altijd heel goed is. Dat zie je ook als je elkaar nog regelmatig tegenkomt. Ja, dat ook details uit wedstrijden. Ik had het toevallig een paar weken geleden met Erwin Koeman over een situatie in een wedstrijd van Feyenoord PSV. Daar praat je over 1991. Weet je, dat hij een goal maakte. Maar dat, ja, en met Jan Wouters die een doelpunt maakte bij PSV Ajax. Ja, dat zijn dingen dat herinner ik me nog. En zij ook. Dus die details die uit wedstrijden. En ja, dat. Je praat over een feest van herkenning, maar dat zijn ook hele leuke dingen. Als je met Hans van Breukelen, daar zat ik een paar weken geleden mee op Papendal. En ja, dan komen er weer dingen terug uit bepaalde wedstrijden. En dan zitten we toch elkaar aan te kijken van zijn wij nou zo gek dat we dat allemaal nog weten. Maar ja, en dat zeg ik. Maar dat heeft ook met de beleving te maken en de manier, intensiteit waarin je het beleefd hebt. En dat zijn fantastische momenten die je hopelijk nog heel lang mag koesteren.